88 tuiniers, 10 tuinbouwkundiges, altesaam 116 personeellede. Die Kirstenbosch Botanische Tuin is niet sommer een hierjuie tuin nie. Dis een lishof vir die oog. Vol reuse, hariges, aardiges, statiges en een paar planten wat so bijna uitgesterf was. Hierdie is Erica verticillata of de Marsie of Vleiheide. Het was tot een paar jaar terug nog beskou as uitgesterf in die natuur. Maar oplettendheid door een van die voormanne by Kirstenbosch het geleid daarop dat hulle weer van die plante in die tuin kon inbring. En wat die plante is hier? Dit is die Oldenburgia grandis of die Sierbergse Kirstenbosch. Dit is vir my een van die meest merkwaardigste plante. In die sin dat het soort van ongehoord is en dis, dit is snaakse voorkomst, die blare met die klomp hare aan die onderkant en die booste kant wat so mooi glad is. En vanjaar is die tuin 100 jaar oud. Al die bome wat, of al die plante wat in die eerste 5 jaar by Kirstenbosch aangekom het, ons noem hulle ons nou die 100-jariges of die centenarians, ja. Nou hulle kry een speciale etiket en ons het natuurlijk ons eie logo en met die benaming op het. So daar is die vatarige broodboom of Frederik Guglielmi en hy is ook 100 jaar oud. En ek denk hy was met van die plantenwees wat die eerste directeur Pearson, want hy was versot en hy het specifiek gespecialiseer in naaksadiges waarvan broodbome waaronder broodbome tel en so hy het basis begin met die versameling by Kirstenbosch.